Misschien heb je al wel wat laten doorschemeren bij anderen van jouw idee, van je bedrijf wat je wil gaan starten. En kreeg je daar misschien niet de reacties op die je had willen horen. En dat kan. Het kan zijn dat mensen zeggen, nou, dat is ook een stom idee. Of nou, ik denk niet dat je daar geld mee kan verdienen. Of ondernemen is toch niks voor jou. Weet je, je krijgt heel veel, ja, noem het troep, noem het ellende, noem het, ja. Je krijgt heel veel troep over je heen. En dat is niet erg. Weet je, dat doet misschien pijn in het begin en misschien doet het een beetje jezelf terughouden in het ondernemen. Maar laten we één ding heel erg duidelijk stellen. Jij wilt ondernemen, dat kan je. Je kunt dat. Geen probleem, je kunt dat. Je moet er wel wat voor doen, maar jij kan dat. Het is net als leren fietsen, genoeg oefenen, gewoon doorgaan, weg met die zijwieltjes op een gegeven moment en fietsen. Datzelfde met ondernemen, je moet het gewoon doen. En op het moment dat anderen jouw doel stom vinden, jouw bedrijf stom vinden of jouw idee stom vinden, dan moet je gewoon nadenken en dan moet je gewoon zeggen tegen jezelf, het is niet hun doel, het is jouw doel en het is jouw visie. En kijk altijd heel goed naar die mensen zelf, van wie ben jij, wat doe jij, met jouw leven? Weet je, wat ben jij op dit moment aan het doen? Stel, er komt iemand naar je toe en je vertelt je idee. Oh, wat ben je aan het doen? Nou, ik heb een plan om mijn eigen bedrijf op te zetten. Ik wil dit en dat, zo, zo. Pff, stom idee. Als die persoon nou, ik noem maar wat, 7 dagen in de week thuis zit. Met een kat op schoot en een parkiet achter zich. En een beetje zit te klagen over de buurman die zijn kliko verkeerd neerzet. En een beetje zit te klagen dat alles te duur is. En weet je, iemand die van zichzelf al klaagt en eigenlijk helemaal niet zoveel doet. Waarom zou je daar wat van aantrekken? Weet je, laat het los. Weet je, die persoon heeft zijn mening. Zegt prima, oh dankjewel. Of wel, zo heb ik er niet over nagedacht. En ga maar door. Ga door. Weet je, kijk heel goed naar mensen die wat hebben bereikt. Kijk heel goed naar mensen die wat hebben bereikt. Kijk naar de mensen die hun geld op orde hebben. Kijk naar de mensen die hun leven op orde lijken te hebben. Niemand is perfect, niemand is foutloos, maar je hebt mensen die diep in de problemen en de schulden en de ellende zitten, die jou advies gaan geven. Dan denk ik altijd, waarom geef jij mij advies, terwijl je zelf nog niet eens je eigen boontjes kunt doppen? Je kunt zelf nog niet eens je eigen rekeningen betalen. Je kunt zelf nog niet eens voor jezelf zorgen en je gaat mij advies geven. Is dit de bananensplit? Is dit de omgekeerde wereld? Waar zijn we mee bezig? Niet doen. Niet doen. Laat je niet gek maken. Luid heel goed op wie jou wat vertelt. En op het moment dat iemand jou wat vertelt waarvan je denkt, hé, jij hebt de boel op orde. Ik noem wat. Het gaat niet zozeer om geld. Het gaat ook gewoon om hoe iemand is. Wat iemand doet. Wat iemand al heeft gedaan. Wat iemand al heeft gepresteerd. Kijk heel goed naar wie zijn mening vormt over jouw idee. En wat die persoon zelf heeft bereikt. Want weet je wat het vaak is? Vaak is die persoon gewoon jaloers op het stukje dat jij wel die stap durft te nemen. Dat jij wel durft te vertellen, hé, ik heb een doel. Ik ga voor mezelf beginnen. En En dan denken die mensen, ja, maar dat gun ik jou helemaal niet. Dat zeggen ze niet zo. Maar dan denken ze vaak, ja, maar jou gun ik het helemaal niet. Dat jij een eigen bedrijf gaat starten. En straks ga je geld verdienen. En dan ga je leuke dingen doen. En eigenlijk wil ik dat, maar ik ben te bang. Ik durf eigenlijk niet. Dus dan ga ik wel tegen jou zeggen dat het een stom idee is. Zo erg kan het zijn. Ik zeg niet dat iedereen zo is. Ik zeg ook niet dat je zo moet denken dat iedereen zo over jouw idee denkt, maar die mensen zijn er wel. En laat je daar dus niet door tegenhouden. Laat je niet tegenhouden door de mensen die tegen jou zeggen, stom idee. Het is geen stom idee. En ook al is het een stom idee, dan moet je er zelf maar achter komen dat het een stom idee is. Want je bent ook niet zomaar op dat idee gekomen. Weet je, je dacht niet, oh, ik ga een stom idee bedenken. Oh, gelukt. Nee, je hebt dat idee met een bepaalde emotie, bepaalde enthousiasme, bepaalde motivatie heb je dat bedacht. Schrijf dat ook ergens op. Weet je, dat zit ook bij je doelen. Van waarom wil ik dit? Waarom wil ik dit? En kijk daar altijd eventjes na als iemand je aan twijfelen brengt. Als iemand tegen je zegt, wat een stom idee, en je gaat oprecht aan jezelf twijfelen, pak dan gewoon even dat documentje erbij. Hè? Dat A4'tje van, ah ja, dit is mijn doel. Dit wil ik bereiken. Dit doe ik in 6 maanden. Dit doe ik in 12 maanden. Dat. Lees dat even terug. Want dat is belangrijk. Want het is jouw doel. En het is jouw missie. Het is jouw bedrijf. Dus zorg ervoor dat je er wat mee gaat doen. En laat je dus niet beïnvloeden door anderen die zeggen dat je een dom idee hebt. Want het is waarschijnlijk geen dom idee. Alleen omdat je dan iets te veel aantrekt van mensen om je heen, ga je het vanzelf een dom idee vinden. Slaat er nergens op.
Weet je, hou vast, hou vol, heb geduld, maar dan komt het ook echt goed.